Douwe Amels is 20 jaar en is de grote favoriet voor de Nederlandse titel. Wat hij een absolute topdij had, komt de EK-limiet van 2,26 meter mogelijk in zicht. Dat is een heel eind, want zijn PR is 2,21. En de laatste wedstrijd voor dit NK hier hij een minnegenerale in Leiden. Ik hier in Leiden 2,4 sprongen en hoe ik het sprong weer, ik waardeloos eigenlijk. Dus als ja, ze zeggen zoals een slechte generaal is dan een goede, wordt een goede wedstrijd. Maar ik wie er toch net zo zeker op. Dus ik hier al rond de week, wie waanzin nog een springtraining. En ik wie er wel heel erg op focus dat die goed gear. En die gear gelukkig goed. Dus toen koek ik van Alwaas die eigenlijk maar redelijk volle rust deze wedstrijd voorbereiders is maar. Rini van Leeuwen is al goed trein hier de coach van Douwe Amels. Hij zocht progressie bij zijn pupil en denkt dat die EK-limiet in beeld komt. Voor dit jaar hebben we gezegd dat het niet onmogelijk was om mee te gaan doen aan de Europese kampioenschap in Helsinki. Een hoogte van 2,26 is weliswaar in het stadium waarin van de carrière van Douwe van dit moment zou dat wel een heel mooi resultaat zijn. Echt wel ver voorlopend op wat we gepland hadden, maar niet onmogelijk. Douwe Amels begint zijn toernooi op 2,2 meter, maar het gaat voor nauwelijks mis. Ja, ik ontbegin nog wel wat spanning in, want ja, de eerste hicht die hel ik net. En dat zit toch nog een beetje spanning en ik moest wel redelijk lang wachten tot tussen het inspringen en de wedstrijd. Dus dat is toch lastig dan, maar vanaf dat moment begon het gelukkig beter erin. Hoogspringen is wel een lange termijn investering. En op hele korte termijn heel hoog springen, dat kan. Maar dan is hij kapot in 2 jaar en dan hebben we er niets meer aan. We hebben speciaal gekozen voor een hele rustige benadering. Stapje voor stapje het lichaam steeds sterker maken, zodat hij de sprongen aan kan en heel blijft. En op die manier een hele lange carrière kan maken. Want uiteindelijk wil hij graag aan de Olympische Spelen meedoen. En Rio, dat is over 4 jaar. Dat moet een haalbare kaart zijn. Op nationaal niveau leidt de concurrentie een stuk leger. Halve deelnemers starten op 1,90 meter. Na 1,94 meter winnen dat er nog maar 10 en een hechte heger nog maar 6. Wie Boskius valt de concurrentie al. En Douwe Amels moet hem dus vooral op hemzelf concentreren om een heeg niveau te halen. Dit is Harald Bust en die valt na 2,06 meter al. Dan blijven er nog 2 man oer voor 2 meter zien. Martijn Nuyens en Douwe Amels. En Douwe Amels die werkt hem zelfs heel dit heger op. En pakt deze hechten met groot gemak. Internationaal zal het een stuk dreiger worden. De eerste van NOC-NSF om deel te nemen aan Olympische Spullen is 2,31. En dat is een stuk heger. Martijn Nuyens is de enige die het volgje kan op 2 meter en 10 centimeter. Maar de Olympische lotte leidt een stuk heger. Maar is alleen nog naar de Olympische Spelen als het bij de top 8 van de wereld zit. Ja, dan was het 2,31 springen, dus dat is nogal wat. Vjouwer hier, heeft dat genoeg, denkst? Ja, het zijn nog een joggen centimeters, dus dan... ik denk dat Vjouwer hier genoeg is, ja. Martijn Nuyens biedt dapper tjenstaan, maar toch een hekje. 2,14 is te heeg. Hij blijft stekken op zilver. En het is Douwe Amels die zijn afstand opschroevert naar 2,18. Dat is al 2 centimeter verder als Verlinde hier. En daarmee had hij de 2e outdoor titel in de boezen. Maar 2,22, dat is de hechte die hij graag nog nemen wil. Dat blijkt te volle van het goede. Douwe Amels pakt zijn 2e outdoor titel heegspringen. Europees is hij nog krek te licht, maar de progressie die is er. 2016 is wel het jaar waarin ik eigenlijk wel richting de hechte van de Olympische kwalificatie gamemat. Daar werken we in ieder geval naar ta. En tot die tijd hopen we wat internationale kampioenschappen mee te pakken. Om te zwijgen dat we in 2016 dat ik echt helemaal top in en inderdaad naar Rio kan.